Het zijn vaak de juweeltjes van de stad. Maar wil je de toren van binnen bekijken, dan sta je vaak voor een dichte deur. Ja, het is een beetje jammer. Als je zo'n stad bezoekt en je kan alleen maar van de buitenkant naar de mooie gebouwen kijken, ja, dat is fraai. Maar wat er binnen vaak is, is nog veel mooier. Kunstenaar Marco Mout werkt zelf in de Kruittoren. Hij zet zich nu in om de torens toegankelijk te maken. Ondertussen hebben zich al 56 vrijwilligers gemeld. En dat aantal groeit. Als ik in een toren ben, en dat had ik nu ook toen we hier naar boven kwamen, dan gaat mijn hart langzamerhand sneller kloppen. Je voelt iets van een sfeer, je ziet andere dingen, je voelt andere dingen, waardoor je bent ergens in een andere wereld bijna. De organisatie hoopt volgend jaar een aantal monumentale torens te kunnen openen voor het publiek.